Snel. Fato! Snel. Fato! Hoi, jij bent een YouTuber. Ik ken jou. Van waar? Ik ken jou. Oh my god. Hij is gewoon buiten, what the fuck? Ja bro, ik denk dat het vlogger of zo. Opa! Hallo. Dit is echt van wat. Dit is echt maak foto, wat. Maak foto. Zo. Kijk deze man. Lach gasten, man. Doordat hij nu gewoon in coma of iets raakt, verlamd wordt. Wat zeg jij? Hey, hey, alleen maar in zo'n tank op zijn bed. Als goed. We hebben het kleine kindjes gevonden die al helemaal fan waren van jou, man. Van wie? Ja, kleine kutkindjes van. We hebben Fato gezien. Wie? Ja, kindjes, ik weet ik veel ze heet. Maar hoe weet je dat ik het ben dan? Huh? Hoe weet je dat ik het ben dan? Ja, ik ken jou. Broer, ik zit te praten met hem, deze wijf probeert foto's te maken. Fuck hem met die man. Oh nee, ik zeg gewoon wijf. Nee, doe ze nou even niet. Ja, ik we zitten hier een serieus gesprek te voeren en dan komt ze mengen. Dat kan toch helemaal niet? Wat is met haar? Nee, maar zij wil foto's. Nee, maar hier word je gewoon bang van. Doe even. All around me are familiar faces. Worn out. Maar we hebben net fans van jou tegengekomen, man. Ja, man. Leuk. Hé, hey, jij bent toch ding? Wie? Adeneet, ja. Jij bent toch Turks? Bent toch ja, ik ben Turks. Ja, jij bent toch YouTuber? Nee. Je likker op. Oh, je bedoelt Furkan. Nee, niet Furkan. Jij bent ding. Wat voor lijpenstoel is dat waar je op zit? Furkan? Ben je YouTuber? Wat is jouw voor zonnebril? Wat is die zonnebril? Hallo, zijn YouTuber Demisie? Jawel. Bro, Adeneide. Wat gebeurt hier? Deze mensen. Ja, juist. Ik was vorige keer en mijn neefje zou met Furkan ding doen. Hou je voorhoofd uit beeld. Wie? Mijn neefje zou toch met Furkan Fortnite doen? Ja, Wolla, hij herkent mij. Wie is jouw neefje dan? Land, hij had jou gevoegd op Snap, wist je nog? Ja, want hij wordt mij. Helemaal verdwaald deze. Ik zit te denken, maar ik vind echt een nul van. Ik weet niet, man. Wallah, ik weet echt niet. Door, dus aan Gestergy en wacht op 1 seconde. Turken kunnen echt geen Nederlands. Wat zeg je? Ik zei Turken kunnen echt geen Nederlands. Ik hoor jullie gewoon praten. Ik denk, what the fuck, jullie kunnen geen Nederlands. Wat ben je dan? Marokkaans? Ja. Ik ben anoniem en van de blok. Ah, nee, ze, laat maar. Wat dan? Wat? Wie is je broertje? Nee, Boschwer. Wie is je broertje? Nu ben ik ook Boschko. Benieuwd. Nee, kijk. Is mijn neefje, kijk, vorige keer wij gingen ook op dit. En toen kwamen we jou tegen en hij was jarig. Tering, hij zei. Oh nee, hij vroeg of hij een keer met jou Fortnite kon spelen. Zora, had hij jou gevoegd op jouw Snap om met Furkan te spelen? Hmm. Waarom voegde hij mij als hij met Furkan wil spelen? Omdat jij zei, ik ga Furkan regelen zodat hij met hem Fortnite gaat spelen. Heb ik zoiets gezegd? Wallah, dat heb je gezegd. Bro, ik weet niet, wat voor ballonnen jij aan? Niks, laat maar. Wallah, wat zei! Wallah, jullie zitten in lijpe space. Ik heb nog nooit zoiets gezegd. Hey, luister, laat maar naar buiten. Ik heb niks te maken met deze iets. Zij zit echt in lijpe space, man. Ik hoor dit echt voor het eerst. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wallah, lijpe spacers, man. Oh, broer. Never you ever tried. Wallah, één speelt Clash Royale of zo, ik weet niet wat ik hoor. Deze Gero's te roken. Deze laat drank zien. Nee. Vandaag zijn er echt rare mensen, man. Au. Niet
dat dan? Nou ja, dat hoor ik! Broer, kindercrash, ik zweer het! Wallah, kindercrash! Vandaag zijn er echt dode mensen, man. Kijk, dode mensen, letterlijk. Ze liggen op bed, eentje doet middelvinger, die andere eet zijn shirt. Eerlijk, heb je schiet gelaten, die rechter? Daarom doen ze die neusding omhoog, hè? Ik verberg mijn onderkin. Ik verberg mijn onderkin, toch? Ai, nee, ze verbergt haar onderkin. Oh mijn god. Wat doet ze allemaal? Oela Handy. Praat Fries? Wat wil je horen? Zeg Mario, jij bent echt lelijk. Zeg Mario, jij bent echt lelijk. Ik ben echt lelijk. Ik zeg Mario, jij bent echt lelijk. Hij zegt Dobby is echt lelijk. Deze man gaat bijna Duits praten. Dus denk het is Turkije. Hij begint al met filmen, bro. Wes, P man. Bro, doe die bril af. Fuck hem met die bril. Even serieus, man. Nee, jij bent vlogger of zo. Dan ga je mijn hoofd ergens zetten. Jongen, echt een hype. Nee. Jongen, ik zie nu toch je gezicht nog steeds. Nee, nu kan ik toch nog doen alsof ik Bushra ben. Van, hallo, wij zijn Badr en Bushra. En als ik deze bril op heb, niet. Nu kan ik zeggen dat je Hisham bent. Daarom. Hoezo Hisham? Het is Marokkaans naam, toch? Met die bril kan je ook gewoon duiken, hè? Of Mocho of zo. Zeker 30 meter onder water. Mocho West. Waarom beschouw je mij? Ik zeg ook niet dat jij Hatice bent. Je mag ook zeggen. Nee, ik ben niet zo. Ik ben wel zo, man. Hey man, hoe gaat het? Goed met je. Je hebt wel een gekke bril, man. Ja, weet ik, man. Hij is 3 euro op AliExpress. Kun je ook krijgen. Heb je hem van AliExpress gehad? Zeker, man. Ook vast. Heb je die games ook van AliExpress? Nee, dat niet. Deze is wel echt, zeg maar. Die bed ook? Het bed, dat weet ik eigenlijk niet. Die stond hier al vorige keer kwam wonen. Die t-shirt ook? Nee, die ook niet. Wel van de Primark, volgens mij. Jongens. Ja, ik weet het, man. Het zijn zware dagen. Jij komt uit 2050 of niet? Jij komt een beetje uit virtual reality of zo. Ja, zeker. Ja, man. Ja. Doe die snelle plangen af of zo. Ik weet niet wat voor gare bril het is. Made in China. Gare bril, man. Ja, man. Hij is best... Besef, jij hebt gewoon de moeite genomen om deze troep te bestellen van AliExpress en gewoon 2 maanden op gewacht. Iemand heeft een volume besteld. Dat is dan wel zo. Waarom zou iemand zoiets voor jou willen bestellen? Weet ik niet. Het was, zeg maar, weet je nog toen die snelle plangen meme, zeg maar, relevant was? Bro, dat is misschien 3 jaar geleden of zo. Ja, toen heeft iemand een volume besteld. Toen was het nog grappig, maar... Waarom draag je hem nu dan nog? Omdat mensen, zeg maar, eerder geneigd zijn om niet te skippen als ze die bril zien. Dat is echt zo. Kaaah, wat een handy. Een handy, man. Wat? Wat links? Fuck it, G. Echt een Marokkaan weer, jongen. Fato! Bro, waarom pakken altijd mensen tellen, jongen? Oeh, deze man kijkt naar de fles. Ons gekke Fortnite pro-player. Oh mijn god. Over wie heb je dit? Over die potlood. Over die potlood? Weet je niet wie potlood is? Je hebt toch gekke Fortnite pro-player? Weet je wie potlood is? Wie? Weet je wie potlood is? De fuck is potlood? Ai nee, je kent potlood gewoon niet, hè? Nee. Hoe ken je hem niet? Wie de fuck is potlood? Is zo'n lange Hollander van 2 meter. Oh, de ginger. Juist, jij weet het, man. Die heeft ook weer dat brilletje op. Ja. Ja, hem bedoel ik, man. Oh, hij is echt... Hij is pas goed, hè? Hij is als lang als profielfoto. Ja, man. Hola, echte handy is goed. Kijk. Handy nummer 1. Aan de ballon zagen... Zeg. Wat? Marokkaan of Chinees of Indonees, I can't see. Where are you from? Marokkaan. Hai, nee, woela, hoor die stem meteen oorpijn. Weet je welke game echt goed is? Zeg het eens. Fortnite, man. Ik heb dat gewoon no-lived op een moment, ouwe. Oh, maar het werd echt, ik kreeg er echt chico van, ouwe. Het was niet meer leuk.
Maar GTA blijft wel nummer 1, man. GTA, ik zeg je heel eerlijk, ik speel dat echt niet, man. Ik begrijp niet wat... Wat gaan we even niet doen? Als je geen GTA speelt, mag je een donder van mijn scherm. Hé, hey, Kalen! Kalen, kom niet te stoppen en je internet ook niet. Ik zeg straight. Kijk dit bijvoorbeeld, bro. Eentje voelt zich mobies hebben ofzo. Hij is terug. Oh, hello. Voilà, ik wil jullie niet meer zien. Stik erin. Ze gaan para worden, hé. Hey. Geloof me, als ik terug ben, ze gaan mijn lijp beschouwen. Ja, joh. McDrive, ze heeft weer honger, hoor. Oh, joh, neppe Gucci. Oh, ja. Wat zei je eigenlijk? Dat denk je. Links is 15 en rechts is 16. Wie is links en wie is rechts? Jij bent rechts. Deze rechts. Ja. Jij dus? Nee, jij. Jij bent 16 en zij is 15. Ja. Klopt het? Ja. En wat doe je dan op deze website, man? Kan toch niet? Godverdomme, joh. Holla, ik wil niet met kinderen praten, man. Ik ben iemand zat, man. Zo stress aan mijn hoofd, maar je weet niet. Wat een bitch is dat leven.